Vandaag zijn we bij de opening van Lentaards Brabant in Knechtsel. We zijn 3 dagen geleden al geopend, maar dit is de officiële opening, compleet met fanfare. Daar zijn we heel erg blij om. Ja, wij zijn ook vooral blij dat we ook de kinderen zo mee kunnen nemen. 31 groepen hebben zich aangemeld de hele route te lopen. Dus in de cultuureducatie neemt deze Lentaard kunstroute een heel belangrijke plaats in. Ik zet daar te zien, kom eens kijken. Allemaal verschillende zaadjes en die waren eigenlijk de inspiratie voor deze figuren. Wauw. Wauw, ja. Dus ik heb hele grote gemaakt, middelgroot en hele kleine. Die zijn heel klein en die zijn heel groot. Maar in een pakje gemengd zaad kwam ik dus die calendula zaadjes tegen. Calendula is een goudsbloem. Dit is eigenlijk een hele gewone boerenerfplant. Maar die calendula zelf, die kent iedereen, want die wordt voor van alles en nog wat gebruikt. Je kunt zaden op allerlei manieren zien, maar je ziet ook dat in de natuur allerlei vormen terugkomen. Wat je in het zeeleven vindt, dat vind je ook in de zaadjes van planten en omgekeerd. Het belang van naar omkijken naar elkaar, het belang van gezamenlijk muziek maken, de gemeenschapszin. Ik kom hier vandaan om hier dan vandaag weer te mogen zijn op dit soort gezellige evenementen. Dat is altijd heel leuk. De unieke wandelroute die we vandaag gaan lopen zorgt ook weer voor verdere verdieping. Hè? Kunst verbindt, cultuur verbindt en dat is denk ik ook het mooie aan dit soort gemeenschappen. Nou, ik heb ook in Knechtsel gewoond in mijn jeugd. Dat vond ik al heel apart, ja, om hier wat werk neer te zetten. Ja. Het thema is herinnering en toekomst. En dit gaat over begin van leven en einde van leven. Van, ja, de boot komt uit de aarde en ja, onze reis is ook eindig. Hè? Ik vind het een cadeautje, die plek hier. Echt een prachtige plek en dat is de... Ja, de helft van het werk. Het verbinden van mensen is natuurlijk iets waar je ook dagelijks in de politiek mee te maken hebt. En wat voor mij heel belangrijk is, is dat mijn herinneringen uit mijn jeugd mij daar ook bij helpen. Van hoe ga je met elkaar om? Hoe beleef je de wereld met elkaar? Hoe kijk je naar elkaar? Hoe leer je van elkaar? En dat probeer ik ook dagelijks mee te nemen in ook de wereld van morgen voor me zien. Hier in Nederland en in Europa. Dus van lokaal naar Europees. Ja, wel trots dat we het toch wel inderdaad gerealiseerd hebben. Want als we dus in de toekomst gewoon verder gaan. Bijvoorbeeld Hilvarenbeek was altijd een culturele hotspot in de Kemp en Meierij. Dus daar willen we toch weer een beetje nieuw leven in gaan blazen. En daar zijn toch wel verschillende mensen heel enthousiast over om daaraan mee te werken. Dat we toch ja, ook in de toekomst weer het Lentaard Brabant levendig kunnen houden.